Hallo, welkom dus Games. Mijn naam is Quentin en welkom weer een nieuwe aflevering van Spider-Man op de PS4. In de vorige aflevering was een soort van bonus aflevering, omdat ik dus een deeltje niet had kunnen opnemen, een klein messietje. En het was een beetje irritant, maar ik heb het denk ik voor het meest opgelost. Dus als je de video hebt gemist, ga even terug. Het is direct geüpload naar aflevering 3. En staan we allemaal in volgorde in de afspeellijst als je het wil kijken. En dus het is één stukje van de missie nu opgenomen. Maar het was eigenlijk maar een kleine missie. Ik heb het daar een beetje uitgelegd, zodat jullie echt iets hebben gemist. En dan op het einde van de aflevering kregen we een telefoontje van Yuri. Die zei dat Herman nog iets was ontsnapt uit Rifts of Rufts. Het is een gevangenis of Rex of Rechts, I don't know, maar het is een gevangenis waar dat Fisk dus ook zit. En dat is de Shocker, staat hij beter bekend als. Dus we gaan hem dat straks gaan pakken. Maar ik zie hier ook nog natuurlijk dat er een Degas is. Een, hoe noemt dat? Een toren. Communicatietoren, denk ik. Okay. En nu zit ik dus natuurlijk weer op normale accounts. Al ja, op normale spel waar we heel zand zijn. In de vorige aflevering heb ik dus voor die extra missie opnieuw te kunnen doen, op een nieuw spel plus moeten gaan. Maar dus ja, nu zit ik weer op de Walden. Ja, we hebben nu niks meer van de outfits en zo. Ik zie wel dat we een nieuwe vaardigheid kunnen maken trouwens. Oh ja, dat we hem. Oké. En trouwens, als ik raar klink, ben net opgestaan en ik ben een beetje hees, dus ja. Oké, dat kan handig zijn, maar... Dat is ook wel handig, we gaan dit doen. Dan kan dit was ook wel handig, maar... Ja, niks aan te doen. Oké, we gaan... Oh, en wat is dit? Missies? Nee, oké. Oké, let's go. Oké, we zijn er al. Nu even op dit gebouw gaan. Oh, en dus de video's worden echt goed bekeken. Ik heb nu al... Not getting much coverage. De eerste video is nu al van mij geüpload. En ja, ik heb toch al... Ja, het is redelijk goed ontvangen. Ik denk nog beter dan GTA zelf. En dat was ook al goed. Dus ja, thanks daarvoor. Ja, even... Wacht, hoor. Al die rugtassen weer, man. En ik had dus ook een comment gekregen dat ik dus de thumbnails van Jaraski heb gestolen. En dat is dus wel waar, maar ik denk niet dat dat zo erg was. Dus laat het ook even in de comments weten, want ik denk niet echt dat dat... Wat is eigenlijk gewoon tekening van Spider-Man van in de game en nummer op, dus goed. En ik dacht van, we hebben toch dezelfde tijd... Oh ja, hier moet ik trouwens een foto van dragen. Good shot! Ja, we doen het alle twee like een half uur, dus het zijn ongeveer dezelfde missies. Dus dacht van ja, maar je hebt verleefd. Maar laat eens even weten in de comments. En ja, als het blijkbaar niet mag, dan ga ik het gewoon nog veranderen allemaal. Maar ik weet dus niet echt. Ik denk wel dat dat mag dus, maar laat het even weten. Oké. Okay. We gaan gewoon door met de missie. Maar ik ga ook proberen dit niet een te lange missie te maken. Wacht even, ik ga kijken. We've got a 10-10 narcotic still in progress. Well, want ik wil dus niet de video te lang maken, omdat de vorige aflevering, oh ja, gisteren dus eigenlijk voor jullie, heb ik twee afleveringen geüpload. Dus één normale aflevering en die ene aflevering dan, ja, dat ik die ene missie niet had kunnen uploaden. Maar het was wel een belangrijke missie, dus moest dat doen dus. Maar ik ga wel proberen die niet te lang te maken. Oké. Probeer een beetje skill stem. Wat als je dus zo gaat, dat is het goed, ja. En ook normaal als je tegen trappen loopt, wat? Ja. Even de trap
traps. All units, armed robbery reported. Please respond. Any officers near Madison, proceed to the crime scene. Waar is er een trap? Is het nu serieus naar zijn huis met een trap of zo? De bal kom ik er like, overal tegen, maar. Oh, hier. Dus wacht, hè. Even op deze muur klimmen. Oké, dus als je zo loopt, dan ga je er dus berkel door. En normaal gezien denk ik, als je er in één keer zo naartoe loopt, dat hij er ook over gaat. Dat is, ja, wel ja, Bertje. En dit dan. Oh, nice. Oké, okay, die deed ik niet. Okay, ja, oh, het is hier trouwens een auto diefstal dinges. We gaan die ook even spannen. Als je even stil wil staan. I gotta stop that car. Okay, you are not getting 5 stars. Too short-handed for a roadblock. Whoa. Now that's just rude. Oh! Yeah. Come on. Nice. Oké, die hebben we. De vol staat dus de hals aan op. Manhattan rush hour is no joke. Spectaculair, dus valt op maar. Oké. Okay. Nu naar de Messi gaan. Vent Shocker. Zo chill dat je gewoon door fucking New York is. Ja. An outpour listener emails. Betty from Queens writes, "You're so full of anger and I wish you'd get help managing it. It's terrible for your health." May is dat niet onze tante? No, I know. She speaks from a place of concern. But this is a common misconception that I have to correct. I'm not full of anger. I'm full of love. I call out injustice, corruption, and crimes against humanity because I adore this city. And I want it to be better. Ze gaan niet praten, maar ik mee uit Queens. Wacht, hè. Is dat Queens? Nee. Wacht, ik kan niet echt zien waar dat Queens is, maar. Wacht, ik denk dat klinkt als haar, dus. Wat, Jonah? What the fuck? Dit is wel echt een logische plaats, man. Oké. Okay. Maar hij is waarom kan ik niet gewoon like, even iets kussen? Bam! Ah, trouwens, ik kan ook een video maken, want ik heb dus een keer een video gezien van een guy die allemaal video's maakte van like, GTA zo, van ja, things you may not know en zo. En dacht van misschien dat je dat ook kan maken van Spider-Man, want ze waren redelijk veel dingen dat ik heb ontdekt, dat veel mensen niet weten, dat je ook niet echt nodig hebt in de game, zoals dat ik al een keer heb getoond dat je zo ondersteboven kunt hangen en je dan zo langzaam naar beneden kunt doen. En bijvoorbeeld ook als je zo bolletje drukt om dus te ontwijken en je drukt dan X, dan kun je ook ja, redelijk goede dingen doen. Wel redelijk chill. Dat zijn zo dingen dan. Oh, trouwens, kan ik hier iets doen? Want dus we moeten nog altijd die 53 hebben. Ik weet niet of ik dat heb getoond. Want het kan zijn dat het in de video is die niet is opgenomen. Kijk, oh dat is nice. Kijk, dat is dus van die Messi dat die heb kunnen tonen, dus het was er nog voor waarschijnlijk. Understaffed. Oké. Okay. Kijk, en dat is dus Martin Lee dat je daar ziet. Boven de off, dat is dus Martin Lee denk ik. Dat kan zijn van niet. Ik weet niet, Martin Lee heeft een beetje een dikker hoofd. Maar like, het lijkt alles is op M en Martin Lee heeft ook like, een deftiger outfit aan. The fuck is dat? Oh ja, dat is Shocker. Ja. Dacht echt van hè. Jesse dus. Hi Herman.
Seriously? Give it up! You're never gonna catch me! That's what you said last time. Yeah, I like after all. I don't want to hurt you! You'll just slow me down! Wow, that's considerate. Maar ik denk dat zo'n guy die wel cool is, like, zo. Bad guys die like, niemand wil vermoorden. Actually, I don't. Just trying to make a conversation. I'm done talking. But this could be so much more rewarding if we connected on an emotional level. Wait, I forgot. You don't have emotions. De eerste keer dat ik dat deed, weet ik nog dat ik hem heel snel verloor. Oh, nice. Bitch. Gotcha. Now let's talk. Noted. Noted. Laat ook even weten of dat microfoon een leuke Herman, is. Why are you robbing again? You know the police are watching your every move. I mean, we all know you're kind of dumb, but I didn't think you were this dumb. You must be desperate, which means you're not just stealing for yourself. You must be working with someone, or for someone. You can tell me who it is now, or make me punch it out of you later. Your choice. Not enough. Kill is fast now. Move, move, move! Dat zag ik dus niet aankomen, maar Spider-Man nou. Wow, oké. Al geraakt, dus dat zou goed zijn. Jongen, hoe wil je? Daar is ze. Jongen, oh, hoe de fuck moet ik gewoon tweeten, man? Oké, okay, moet dus vanaf dat ik zie dat hij zo blauw shield heeft, waarschijnlijk ga ik gewoon proberen aan het doen. Oké, dat werd het. Guys. Serieus. Oh ja, oké. Okay. Dat is echt mislukt. You know what, Herman? You have like zero personality. But your suit is awesome. Can we talk design details? Spider-Man, oh yeah. Maybe later. Zijn humor is gewoon zo. Like. Zijn humor is like zo kind. Uiteindelijk als het nog een kind is of zo, maar als hij normaal Pieter is, is hij like volwassen of zo. Dat is raar. Good work, Spider-Man. Did you learn anything about his motive? What dan dat? I tried, but he's not very talkative. Plus, I think he hates me. You have that effect on a lot of people. But you love me, right, Yuri? I tolerate you. Wow. That might be the nicest thing you've ever said to me. Okay. Looks like I got some free time. Oh. Maybe now's a good time to look into that mask. Oh, it's MJ. The mask, okay. Hey, MJ. You're up late. Just catching up on the news. Looks like you had quite an adventure with Shocker tonight. Yeah, he was unusually combative. Anyway, thanks again for dinner. What do I owe you? How about a favor? You still have that mask from the gallery? Yeah. I'm actually on my way to the Feast Center now to ask Martin Lee about it. Nice. Martin Lee? Why? He has a degree in art history. If anyone knows about the origins of that mask, he will. Just keep me in the loop. Like I said, I think there's a bigger story here, and I plan to be the one to break it. Sure. So I can call you, like, whenever? Yeah, whenever, whatever. Okay, dat was dus MJ, dus dat is nice. Cool. Okay, dus dat is vies. Ik ga nu even doen wat er daar gaat zijn. En ja, we gaan het zien. Almost morning. Mr. Lee will be here soon. I could use a snack. Dat was Starbucks.
Ik heb gestolen wat jullie dus hebben gemist de vorige keer. Mr. Lee's usually in his office now. Oké, dus het waren niet allemaal foto's. Ik heb geen idee of dat beter op staat. But it's free. Maar ik ga kijken. Want dat zijn dus denk ik de werknemers toch, volgend jaar. Of de week. De vorige keer was het iemand anders. Maar normaal zo end mee daar toch met staan, dat vind ik. Maar oké. Dat zijn dus waarschijnlijk alle werknemers, maar ze staat er niet tussen. Oké, ze moet wel aan die kant staan dan zeker. Oh ja, hier is de tv, oké, staat er dus niet tussen. Ah, wacht, weer dat meisje dat van de vorige keer stond hier dus. Okay. Where did I put my library card? De vorige keer stond ze lekker hier, man. Not bad, thanks. Ze praten dus allemaal, like, dat is echt zo chill. Like, en hier... You guys holding up alright? This moron thinks I'm going to move in with my daughter. Hey, that'd be great. She hasn't asked, and she's not gonna. I'm not going anywhere. You don't know that. Nobody does. Well, I'm not going anywhere. That's a promise. Ik weet niet waarom, maar ik vind het zo chill om Peter like, te zien bewegen of zo. Te kleren en zo. Oh ja, oké, hoe dan ook. Ik wil even wel dat meisje. De vorige keer stond ze op het einde daar. Tegen de muur. Maar we gaan dus niet naar dat. Want ja, ik ga even gestolen dus. En nog even uitleggen wat er was gebeurd. Dus eigenlijk simpel. Dan ga je een beetje beter beeld hebben toch. Dus eigenlijk. Het was heel simpel. Marten Lee stond hier dus. En mij zat daar in de kantine een beetje te warm. En dus. Like, die zei van ja, ja, hou ze even bezig. We gaan komen met kijk. Dus we zijn naar binnen gegaan. Dat was dus een cutscene dan. We hebben dus eigenlijk. Er naartoe gaan en ze kwamen hier allemaal, like, ze hebben daar allemaal een soort van, je noemt dat een vlagachtig iets, een banner geplaatst en hier allemaal kijken en zo terwijl wij haar zijn af te lijnen en waren ze heel van ja en het was nog redelijk grappig en toen waren ze zo ja ik wil dat er meer mensen een emotioneel stukje kan voor een keer uitlaat en dan hebben we naar hier naar Martin Lee gegaan en hebben we gekeken. Oh, is dat Martin Lee? Anytime I need a boost, I look at how many people this place has helped. Gives me hope. Okay, dit is Martin Lee dus denk ik. Die met zijn zwarte das. En oké, en hier. Different kind of super. Ja, ja, hier dus Martin Lee, oké. Okay. Nice. Oké, maar ja, dus u dan ook. Dat was wel echt chill. En like, anders dan belde jullie de sauna naar buiten gaan en de rest hebben jullie lelijk gezien. Martin Lee zit hier boven. Maar ik ga eerst precies niet naar boven gaan omdat ik eerst nog iets wil tonen en ik weet niet of dat ik straks nog ga kunnen tonen. Oké, hierboven is hij, dus ik ga gewoon eerst precies er niet naartoe. Het is wat chill, wat... Het was eigenlijk wel... Het was misschien... Ja, het was niet echt belangrijk, maar het is toch wel nice om een keer te zien. Vind ik toch. Ja, hier kon je ook naar kijken, ik weet niet waarom, maar... I can patch these shoes. They'll last a while. Ja, het zijn die meeschoenen, ik dacht dat het zei tegen mij, oké. Oh, is dat een meisje? Geen idee. Maar dat is dus May's kantoor. Zie je? Nice. En dus, waar zijn die foto's? Wow, why is dat? September. Halloween, oké. Okay. Oké, ik sta er niet bij. Ja, hier, dit is gewoon, dit is dus Peter zelf. Man, was I ever a dork. Ik weet niet, het ziet er echt uit als die eerste Spider-Man. Ik weet niet meer hoe dat... We all have an awkward face. Oh ja, dat is een beetje nerdy, maar oké. Okay. En dan heb je hier allemaal foto's. En hier is, dus het zijn ook echte so foto's van echte horses. Mensen. Wasn't everybody at some point? Wat is dat allemaal van? Wish May would take some of this down. It's embarrassing. Wat kan niet allemaal van Peter zijn omdat Spider-Man like, het is echt te laat tegen en Peter gaat wel beter kunnen tegen. An artist I was not. Maar like, waarom zou hij een tekening van Spider-Man maken als hij klein was? Like. But I'm sure it looks good to me. Oké, en dus dat is Peter daar met zijn geboorte. Oh ja, waarschijnlijk met zijn. Wish everybody had a mom like me. Daar ook. En met zijn onkel. Maar dat zijn dus echte foto's van like, echte mensen. Dat is wel echt interessant, man. Not so fast. Spider-Man, man, wow. Oké, ja, en dan hier met. En mij zeker, en dan daar nog van Spider-Man. En dan hier op bureau staat er ook nog een foto, denk ik. Ja.
Dat is dus van Uncle Ben. Dus dat is echt wat chill. Want dus nu weet je ook een beetje dat het eruit ziet. Ik vind het zo chill. Dat is van. Ik word gewoon emotioneel van naar die foto te kijken. Al. Ik gewoon. Als je de films even ziet, man, what the fuck. Oké, maar we gaan even verder. Dus. Ik denk niet dat er verder veel is dat ik dat jullie hebben gemist. We gaan gewoon direct naar Martelie gaan. Kijken. Oké, we gaan sowieso wel een half uur hebben. Dus achter die missie ga ik ook gewoon stoppen. En ja, de volgende aflevering gaan we ja, verder gaan. En ja, ga ik denk ik een beetje langer maken ook. Oké, we zijn er. Dus dat is Martin. Peter, what can I do for you? I'm sorry to bother you, Mr. Lee. I have a friend, Mary Jane. She's a reporter. She's doing a story on art imports. And she found this piece. Well, she wanted an expert opinion on it. And I know you have a degree. And this might be the first time I actually get to use it. Let's see what you have. Interesting. Where did she find it? I'm really not sure. Why? What is it? Replica of an antique Chinese opera mask. I haven't seen one in years. This symbol here roughly translates to demon. Demon? My father read me ghost stories with that mask and symbol in it when I was young. Scared the hell out of me. Peter, listen. That mask, it's... It could be connected to dangerous people. Mary Jane might want to find a different story. Do you think she's in trouble? I don't know. Why take the risk? Okay. Dus demon, maar dat was wel van de ondertiteling. Dus Martelie heb je nu ook gezien, die zit hier. Maar ik vraag mij af, waar is Aunt May dan? Hey. The symbol inside the mask means demon. It really spooked Mr. Lee. Never seen him like that. He even said you should drop the story. Fat chance. Do you think Mr. Lee knows more than he's letting on? No, I think he just had a weird flashback or something. I know his childhood was pretty traumatic. Yeah, that makes sense. Demons, huh? Catchy name. Okay, gotta get writing. Okay. See you soon. Well, that went about as well as I could have hoped. Ik weet nog dat ze nu in haar kantoor zit. Maar jullie hebben nu Mr. Lee gezien, of Martin Lee. Maar Aunt May heb je nog niet gezien. En ze ziet er anders uit dan dat je ze denkt. Want dus, de mensen die alle films hebben gezien, dus in de eerste series van de films, is ze dus like, echt oud en heeft ze grijs haar en zo. Dan met Andrew Garfield is ze... Wat? Ik weet niet meer, hoe ziet ze daaruit? Wacht, hè. Ik weet niet eens of dat je haar ziet zelf. Ja, ze ziet daar wel. Oké, okay, ja, nee, maar no daar is ze. Een beetje oud, maar like, niet te oud, lijk. Laten we zeggen, like, rond 50 of zo. Ze ziet er echt niet oud uit. En dan in Homecoming is ze dus redelijk jong nog en heeft ze dus rood haar. En hier heeft ze dus ook kort rood haar en is ze dus redelijk jong, maar like, ook, like, het is raar. En like, het is een soort van mix ervan, ik snap het niet echt. Maar ja, maar de game is anders dan de films natuurlijk, dus dat is heel verhaal op zich. Het is 8 jaar nadat die Spider-Man is. Dus ja, kan eigenlijk wel van Homecoming zijn ook, want... Oh ja, de tante gaan waarschijnlijk verouderd zijn dan. Geen idee. Maar sowieso, de films zijn anders en ik vind het wel chill dat ze dat gedaan. Okay. Got some time to kill before Doc needs me at the lab. Let's do a little Spidey workout in the city. Spidey workout, oké. Okay. We kunnen nog even skaten bij de vaardigheden. Ik weet niet waarom, maar ik wil altijd like, op iets zitten ofzo. Ik vind het een beetje raar. Geheim oorlogpak. Oh, we kunnen Scarlet Spider maken, maar we gaan het nog niet doen. Boh, waarom? Ik weet niet waarom, maar heel zo'n boeren laten. Okay, we hebben hier kinetische accu's en verzamelaar. Dat is wat chill.
Oh, dat is wel echt chill. Maar ja, we kunnen dat helaas nog niet doen. Stille stappen. Perfecte ontwikkeling. Oké. We gaan dit doen, denk ik. Maar we gaan nu even kijken. Outfitkracht, oké. Gadgets. We hebben natuurlijk dit in bezit al. Maar we kunnen er niet echt iets van maken. Oké, we kunnen er hier iets van maken. Wordt sneller opgeladen. Verhoogt de maximum kassen. Oké. We gaan denk ik gewoon van die gaan sowieso. Die is wel echt chill. Nu ook wel websheeters gebruiken we dus het meeste van al. Kunnen we nog niet gebruiken. Een vaardigheden hebben we er twee normaal. Nice. Oké, we gaan denk ik dit doen. Oké, die is wat chills denk ik. Of wat is dit? Ja, nee, die is chiller. Die heb ik hier zo lang op gewacht, man. Dat doen we ook nog een keer. Nice. Oké, dit is wel echt, ja, ik ga even een keer doen. Dus nu kunnen we... Dus vroeger moest ik heel de tijd... Dus eigenlijk zo gaan en dan... Dat is pro, en nu kunnen we dus in één keer zo gaan. Of we kunnen gewoon rap lopen. Ingedrukt houden. Wacht, hè. En dan... Bam. Dus dat kunnen we ook doen. We gaan nog vlug even die overval stoppen, dan ga ik het ook afsluiten. En nu kunnen we ook dus twee keer flitsdinges doen. Dat is ook chill. Muggers, I gotta jump in. Oh, you started without... Wacht. Kan ik ze allemaal in één keer? Welcome to the air show. Wow. Wow. Dangerous? Oh, it's nice. Just a story Mary Jane's dangerous. Investigating. Don't worry, I'll make sure she's careful. Please tell me you two are back together. We're talking again. Baby steps. I hope I didn't upset Mr. Lee. I'm just concerned. I was actually touched by how concerned. I knew he liked you. He admires how dedicated you are to helping others. I think you remind him of himself when he was younger. Both orphans, both so smart. Well, the admiration's mutual. You've got a good boss, May. I'll tell him you said so. Love you, Peter. Oké, dus ja, dat was de Aunt May, dus ze zag een kleine foto van haar. En denk ik, je zag dat ook in de eerste aflevering, denk ik zelf. Toen dat ze belden, toen dat we zeiden dat we superhelden moeten aan het kijken waren. En Otto belt, dus ik ga gewoon vlug de aflevering afsluiten en ik ga direct een nieuwe starten. Maar dus ja, alles is bedankt voor het kijken. En ja, in de volgende aflevering gaan we kijken wat de Otto wil. We moeten dus naar het lab gaan waarschijnlijk. En de vorige keer dat we naar het lab zijn gegaan, en we dus eigenlijk moeten... Well, ja, alles een soort van fixen, omdat het natuurlijk ontploft was. En Otto heeft dus uitgevonden dat wij dingen maken van Spider-Man. Dus waarschijnlijk gaan we nu verder werken aan het ding. Of we gaan na aan de prothese. Dus we gaan het zien als het bedacht. En tot de volgende keer. Later.